Hey allemaal, welkom terug in de Dutch Dragon, aflevering 9 van onze Rusland-campagne. Waar hebben we toch maar een communistische staat gebleven? Dan hadden we misschien iets langer de tijd gehad om ons voor te bereiden op deze oorlog. Een oorlog die er dramatisch uitziet. Grote verliezen. Ik weet ook niet waar mijn terugtrekkend leger blijft. Oh, die worden hier al compleet omsingeld. Ik heb niet eens soldaten in de buurt van Moskou, kun je nagaan. Dit wordt echt een ramp met een hoofdletter R. Leningrad blijft dan weliswaar dapper volhouden. Dat komt dan vooral door Amerikaanse troepen hier. Maar Moskou moet vrezen voor haar bestaan. We zitten ondertussen met eventuele versterkingen. Die zijn... Nou... Ik keep ze er gewoon uit. Alles wat een beetje kan vechten is op dit moment van harte welkom. Fallback line... Zo. En tankcommandant erop. En gaan. Zeker nog, we maken hier even een aanvallend lijntje van. Nee, niet het... Arr, dan pakt hij weer de verkeerde. Zo dus. Even een opvallend kleurtje, paars of zo. Nou, doet hij het weer. Go. Ik weet niet of het werkt. Oh, tankcommando natuurlijk weer pakken. Daar is die. Mooi. Ik weet niet of het helpt, maar als je hier een klein beetje terug kunnen dringen zou mooi zijn. Wat zit hier? Wow, er zit nog een heel leger zelfs ingesloten. Oh jee. 15 regimenten die hier compleet ingesloten zitten. En waarschijnlijk ook geen kant op kunnen. Nou, dan is het echt afgelopen. Dan wordt het een hele korte aflevering. Luxemburg geeft zich over. Oké. Okay. Noorwegen gaat meedoen. Ja, 97%. Gebrek aan munitie, ongetwijfeld. Gebrek aan alles. Wordt even alles of niets aanval die kant op, want anders gaat het echt helemaal fout. Goed, go. Maar iemand is die doorbreekt, wint hij een medaille wat mij betreft. Maar ik ben bang dat er zelfs niet in zit. Nationalist Spain joins the Axis. Ja, en dan lijkt dus de enige manier om met Rusland echt er doorheen te komen is toch of communistisch blijven. Maar ja, dat betekent dat we dan meer hadden kunnen produceren. Nee. Nou, laten we hopen dat het aan de andere kant... dan toch nog ietsjes beter gaat. En ietsjes lijkt in dit geval ook het juiste woord. Terwijl we ook nog even de hik krijgen. Ja. Zeg het maar. Ook hier eigenlijk weinig vooruit. Zijn die divisies dan zo slecht? Ik dacht het toch niet. Want die tank, ja, die werd pas net gebouwd. Maar verder... qua wapens en zo zit het allemaal wel redelijk goed. Ja, anti-tank hebben ze niet. Maar ja, ik zie hier ook geen tanks vechten. Dus dat zou hier dan niet zo'n heel groot probleem moeten zijn. Het zijn verder ook grote divisies. Qua tech zijn we redelijk up-to-date. Oh, die zijn volgens mij nu gewoon een hele club kwijt. We hadden er net 4. En dan hebben we 3 van over. Oh ja, we natuurlijk hier die club in het midden. Die is natuurlijk compleet afgeslacht. Lastig. Heel lastig. Reconnaissance, voor zover we dat nu nog nodig hebben. Ik weet ook gewoon niet meer wat ik moet doen. Het lijkt toch allemaal een beetje verloren. Ik
Als je het enige wat we nog kunnen doen is gewoon één groot verdedigingswerk rond Moskou zetten. Sterker nog, dat gaan we gewoon doen. Delete, delete, alles delete. Full backline. Zo, dat wordt hem. En laten we hopen. Zo. Iets met openbaar vervoer, ja, lijkt me wel zo handig. Een Field Marshal. Ja, welke maakt op zich niet uit. Ik hoop dat jullie weten wat je moet doen. Kom op jongens, rennen. Niet een beetje krampachtig niks doen. Select all. En daar gaan we heen. De grote verdediging van Moskou. Nou, wij open. Air support. Ja, het zou lekker zijn. Ik denk niet dat we het nog krijgen, maar... Er was wel een vliegveld in de buurt. Ja, dat dan wel net wel. Maar geen vliegtuigen beschikbaar. Oké. Okay. Nou, dit is binnen een half jaar gebeurd. Een beetje zoals iedereen destijds ook gepland had. Binnen een half jaar in Moskou staan. Lijkt hij te gaan halen. Een mega counterpush misschien. Wow! Oké, okay, dit kan ook. De Denen die Berlijn veroveren. Nou, daar gaan we hoor. De grote tegenaanval. Zelfs dat mag niet water zo te zien. Toch raar hoor. We zitten tegen één unit te vechten hier en we komen er niet eens doorheen. Sterker nog, we verliezen hier. Stoppen met bewegen en allemaal die kant op. Nee, lukt gewoon niet. Heel raar dit. Netherlands capitulated. Oké. Okay. Oké, okay, hè. Zeker maar te hopen dat het eigenlijk wel lukt. Nou, in ieder geval een veldslagje gewonnen. Laten we het daar maar even bouwen. Edit. Juist. En dan kan die er eventueel af. Right, oké. Okay. Nou, nou is hij helemaal weg. Lijkt het. Full backline. Dat is hem. Go. Hier bevoorradingsproblemen. Hey, er wordt in ieder geval wel doorgebroken. Dat is mooi. Hier misschien ook wat ruimte om wat units ter versterking naar hier te sturen. Optimistisch gedacht uiteraard, maar wie weet. Moskou is nu zelfs afgesloten van de rest. Oké. Okay. Ja, dan ziet het er echt somber uit. Goed, zover waren we al volgens mij. Blijf nu even hangen. Het zou kunnen betekenen dat er een mega peace deal aan zit te komen. Nee, Stalingrad valt... Oh, we capitulated. Serieus? Oké. Okay. Bom, dit is het dus gewoon. Ja, psychologisch. National Unity was natuurlijk heel laag. En als Moskou dan valt... Dan houdt het hier dus op. Jeetje. Oké. Okay. Wow. Ja, ineens is het vol of alles zo'n beetje. En zijn we dan nog steeds in oorlog? Ja, we zijn ook nog in oorlog. Leger is verdwenen. Ja, dan moet ik helaas concluderen dat een democratisch Rusland dus niet werkt.
Omdat de Duitsers dan blijkbaar een nog grotere hekel aan je hebben. Of we hebben gewoon pech gehad omdat het natuurlijk niet helemaal historisch was. Aan de andere kant, ja, het ging op zich wel historisch aan toe. Ja, we hebben natuurlijk een stukje Turkije afgepakt. Maar verder hebben wij in ieder geval niks raars gedaan. Maar de Duitsers volgens mij ook niet. Ze hebben gewoon het Rijnland teruggepakt en dergelijke. Dus ja, ik... een beetje verbaasd. Laat ik het daarop houden. Ik had niet verwacht dat we zo snel ten onder zouden gaan. En of dat nou komt omdat we een democratie waren, ja of nee, weet ik eigenlijk niet. Ik ben geneigd te zeggen dat het weinig verschil zou maken. Maar goed, u ziet het. Het einde van een, nou laten we zeggen, vrij korte Russische campagne. Bedankt voor het kijken wederom. Deze wordt dus ook wat korter. En ja, dit vraagt natuurlijk om een eerherstel van mijn kant. Dus laat je opnieuw horen waar we de volgende ronde mee gaan spelen. En hoe we dat dan precies gaan doen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. We pakken uiteraard ook nog even de uitslag mee. Exit, ja. German Reich niet te houden. Ja, so be it.